en natuurlijk ook de heren een beetje in vorm kunnen komen. Het gevoel een beetje kunnen ontwikkelen. En daarna hebben we een wedstrijd die over 6 ronden totaal zal gaan. Voor u geschet, het bestaan van de gemiddelde, en ik heb het over het gemiddelde paardenhouder en paardenliefhebber. De proefronde voor de eerste combinatie van de voor die is uitouderen Jan van Dorp. Een hele enthousiaste vereniging die ervoor zorgt dat hier in de zomermaanden voor de aanwezigheid natuurlijk ook voor heel erg ligt in de buurt van Leeuwen. Bekend door de Mubbies, waar u misschien wel eens van gehoord hebt. De Mubbies van Voort. Dan op het propje voor de Chase. En is het niet een propje? Dan de volgende combinatie uit Poppen. Het echtpaar Harm en Pietje van der Meulen uit Noord-Burgen. We zijn rijden met Christje van de Van IP. Ook al vergeten. Dan, dit jaar voor het eerst in jaren weer actief. Al bekend in de wereld van de vriendenpaarden. Hij oorspronkelijk afkomstig uit Barnes, dorp in de Friese Zuidwesthoek. De levenlaag van vrouwen en het vrienden van Dix. Het doet ons bijzonder genoegen dat hij ook te lijken ons in de hand hebben genomen. Dan een andere loop in Friesland en ver daarbuiten. Dan onder nummer 9. De commissar van uit Dix Marsen. Ze rijden met Bokke en ze zijn regierend. Dames en heren, het echtpaar Peter en Marie Kraak uit Aldermark. Dat is in de buurt van Steenwijk. En zij rijden met Erika. De puntenstelling legt hier in kort even uit. De eerste ronde leden elke verkopering dus 1 punt op. En dat gaat zo doorstappen met ronde 6. Waarin in de tweede ronde de verkopering 2 op. Vorige week zaterdagavond in Hinterlopen nog glorieus winnaar André en Anneke van der Staal, hier rijdend onder nummer 2. We zijn natuurlijk en houden we natuurlijk graag heel hier in Oudenbeek. We hebben langs de kant een drietal juryleden staan, die over het monster geheel bestaat uit de mevrouw R. Smeding uit Sint-Nicolaas daar. En de heer Chris de Jong en haar clown hier op de naam aan het rijden. Een wedstrijd dus voor al deze combinaties die daarbij worden beoordeeld op een aantal onderdelen. En het heet allemaal wel allemaal Chase, maar ze zijn, als u er goed gaat bekijken, dames en heren, allemaal verschillend. In de eerste plaats dan qua verschildering, maar in de tweede plaats ook qua afmeting. Ik kan niet verzekeren dat er geen 2-7 gelijk zijn. En dat is gelegen in het feit dat zijn eigen ontwerp, zijn eigen manier van werken. En het grappige gevolg daarvan is dat ze allemaal verschillend zijn. Voor wat betreft de hoogte van de wielen. De breedte van de spoorbaan, dat is het gemiddelde. Ja, want de Chase pakt het gedeelte waarin de dame en de heer gezeten zijn, rijdt daar een gebouw zijn. Waar een grondstukje van apart rijtuigbouw. Bij de familie van der Meulen uit Noord-Burgen. 1772. En dat is dan wel een bijzondere leeftijd voor een rijtuig. Ik denk dat de gemiddelde middenklasse auto van de oorspronkelijke eigenaren, de tegenwoordige eigenaren, de kleurstelling, de maten dus. En als de in die periode van een jaar kregen we ook een koperen plaatje met daarop een stamboeknummer, zodat er ook sprake is van een heus stamboeknummer voor iedere keer. En ik meen dat we rijden. En er zijn ook gelukkig nieuw gebouwde chaisen. Het oude ambacht van de wagenmaat is een 20 jaar terug toch een nieuw leven ingeblazen. De tijd door de 40, 50, de eerste in de jaren 70 dus, die weer deze ging bouwen. En tegenwoordig kennen wij nog deze prachtige rijtuigen die te bouwen. U moet daar wel behoorlijk de beurt voor trekken.
Want ik denk dat zo'n mooie nieuwgebouwde geest van aangelegenheid is. De tweede ronde. Dit is dus de oudste geest uit 1772. Van Klachthaven met prima staat. Nu nog een vijfde. En de kennis in Friesland zoals ik dus al zei, een tweetal verenigingen die zich bezighouden met de meneer Berten Gouden, Sarah Zilveren, Zitten, tweemaal de drukwaardig zijn door deze van het Zonk in het Huis, die natuurlijk ook heel oud verbonden zijn in Baren met de paardensport en met de paardenkokkerij. En die vanuit familiebezit ook. De paarden, Friese paarden, die sinds de jaren 60 en met name vanaf de jaren 70, de tweede helft van de jaren 70, een enorme revival hebben meegemaakt na een aanvankelijk bijna historisch dieptepunt in de 60er jaren, toen de paarden veelal werden verkocht van de boerderij, omdat de meeste boeren in de tweede helft van de jaren 60, om precies te zijn in 1967, toen vond een tweetal mensen in Friesland, terwijl een oud hoofdinspecteur van het Fries Paardenstaat is. Hadden wij toen nog een, nou misschien 1000 paarden in 1967. Een diep zwarte kleur. Zijn beharing aan de benen, de sokken zoals we dat in Friesland noemen, de Friese zeggen. Heel kenmerkend voor het Friese paard. Het is een warme sympathisant van ons stamboek, de Koninklijke Vereniging, het Fries Paardenstaatboek, waar dus alle paarden. En het volgende jaar, hoe kan het anders, het enige en oude Inlandse raadspartij in Nederland kennen, de Friese paard. En dat is wat. Van aan alle te boven, van aan de kleurgekleedij van de dames, ook voorzien van een hoed. Houden we ook een beetje op. Maar ik kan u verzekeren dat het. De snelheid, want ik heb dezelfde bedoeling dat je in een mooi klop tempo langs de paalrijd. Want het is allemaal wel aardig om even te vertellen. Het is het enige tweewielige rijtuig. En de rijden met een tweespan. En de Chase is het enige tweewielige rijtuig. Waarbij dat mogelijk is. Een allemaal familiebezoek heen. Dat kunt u zich nu misschien nauwelijks meer voorstellen. Dat zo was het wel. Dat kon allemaal betrokken uit de kast. En dan gingen de Friese boeren en de boeren op deze manier dus naar het dorp. Of naar de stad. Ter kerke. Pas voor de eerst. Vervolgens een bommetje dronk. En nog een klein hapje tot zijn mond. En dan op de vroege middag weer huiswaarts ging. Want natuurlijk moesten de koeien samen weer worden gemolken. En ja, hoe luxe en deftiger al die boeren ze zullen voor elkaar zijn toch allemaal liefhebbers die in de loop der jaren ja, zich hebben opgeworpen om deze typisch Friese traditie, de Friese paarden, de Chaisen en de Kassin in stand te houden. En deze kunnen dus of ja, familie bezit of ja, aangekocht dus een bezit hebben gekregen. Jan van Dorp intussen gestart, denk ik, met zijn vijfde ronde. Dat betekent dat je dus nu 20 punten kan scoren in het gunstigste geval. De kostuums, dames en heren, zijn een nieuw kostuum gemaakt. En dat wordt veelal door de dames zelf gedaan. Daar kun je die kostuums dus laten keuren door de Friese kostuumcommissie. Voor verschenen waarin prima verwoord staat, ondersteund met afbeeldingen voor zo'n kostuum er precies uit moet zien. Welke sieraden wat je nodig hebt, welke kleding wat je dan een drietal dames van de kostuumcommissie. En als die drie experts dus van mening zijn dat jouw kostuum aan alle gestelde voorwaarden voldoet, zodat het een mooi geheel wordt. De heren rijden natuurlijk over de natuurlijk zit daar geen rits in, want die hadden we vroeger ook niet. Er zit een zogenaamde klap voor aan beide zijden met knoppen. Met een fraai helder oorijzer, wat ook een heel stuk vakwerk van de kop van de juwelen waar ingestoken. Ik zou zeggen, die dames ook in hart dragen, is ook veelal rijk voor die van schitterend bordier, de cultuur.
U hebt misschien ooit wel een danskroeg, een kapkroeg, zoals we dat hier zeggen, opgetreden in de Friese Tactiek. Nou, dat zijn veelal gelijk soortige kostuums van buitengewoon krachtig zijn. En ook voor diezelf heb je natuurlijk al geconstateerd wie daar nou letterlijk op toezien. De zesde en laatste ronde, dames en heren. De spanning stijgt. Lukt het ook vader en dochter Miedema ons op het partijtje mee? Dingen die je ziet in dit circuit. Het gaat veelal over van vader of zoon, van moeder of dochter. Of van grootvader of kleinzoon. En dat zorgt voor typisch Friese cultuur. De naam Palma is in Friesland ook wereldberoemd, maar het gaat over fokkerij van Friese paarden en behoud van Friese paarden. Plauw ook al een soort klassement hebben opgemaakt. Dat horen we straks natuurlijk wanneer dan de laatste deelnemer aan deze zesde ronde voorbij is. Dan gaan we en heren en die paarden nog eens in alle rust op uw gemak kunt bekijken. Misschien nog eens een mooie foto kunt maken of een filmpje, wat u maar wilt. Goedemiddag. Het pure, dat grafisch is, die na hoe of dat gaat. Teugels ter beschikking, het paard heeft een bit in zijn mond en daarmee moet jij hem dus sturen. En dan is het zo dat een Duitser die verantwoordelijk is voor het mensysteem, het achterbaksysteem, draagt zijn naam ook. Waarbij dus vanuit gaat dat de basishouding nog meer van toepassing is dan hier bij een enkelstand, zoals we dat doen. Er zijn ook veel mensen die op het moment dat ze recht aan willen, gewoon de paard behoorlijk recht aan. Dat proberen te sturen. Druk dus mee op de rechterlijn, want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar dat heeft alles te maken met fijngevoeligheid. En weer een heerlijke, zachte, bewerkbare veringen kunnen laten blijken voor dit prachtige Friese cultuur. Daar zijn we als Friese buitengewoon trots op. En natuurlijk vindt men dat schitterend dat u dat op deze wijze uitdraagt. En in de plaatselijke herberg, daar werd tezamen met het Rundfeestamboek en Fries Fabriestamboek opgericht. En vanaf die tijd wordt de administratie geen witte rook uit de schoorsteen van Borgers komt, dan heeft men nog niet een uitslag geproduceerd. Het lijkt de toon te kiezen wel, dames en heren. En blijft u vooral hier gezellig op de breek, want als straks de prijzen zijn, kleine uurtjes. Een man die je in heel Friesland dat zijn we hier gewend en het is eigenlijk een beetje traditie dat er ook elk jaar bij deze ringrijderij een Friese artiest achter de persoon geeft. En zo hebben we hier al een aantal toppers gehad, zoals Griet Biersma,
Pieter Wilkens en noem ze allemaal maar op. Pieter Wilkens treedt trouwens volgens mij zondag op in de theatertuin in Rijs. Als ik het goed heb. Dus u kunt hier wat dat betreft u nog best eventjes vermaken het komend weekend. En als u nou iets van die Friese fokkerij mee wilt maken, dan zou ik u ook nog op kunnen roepen om vandaag precies over de Friese paarden in alle leeftijdscategorieën te lopen die door de juryleden van het stamboek allemaal worden beoordeeld op kwaliteit en daartoe ook premies ontvangen. En aan het begin van de middag van bij de rechte oude Ziener Smeens hier uit de Marderhoek. De ouderen onder u natuurlijk allemaal wel bekend. De Pietersma's. Geen dommermans horen, ze hebben mij prima verstaan. Het is in korte tijd de tweede overwinning voor de echtpaar André en Anneke van der Staal. En zij misten slechts één ringetje in de eerste ronde, denk ik. En dat bezorgt hun een puntentotaal van 83, dames en heren. Grandioos! Wij zien haar vader en dochter Miedema uit Heer. En zij scoort hem toch op ruime afstand, mag ik zeggen. 78 punten, Karel. Helemaal niets af te dingen. Van harte geluk gewenst, uiteraard. De rode rosette teken van de tweede prijs. Op de derde plek, dus het brons. Hier vanavond goed voor 76 punten. Gerrit de Jong en Ilse Koster met Bokke. Het witte rozet, de felicitaties en een bloemetje. Gefeliciteerd. En ook zij doen nog steeds volop mee van alle Gasterlanders natuurlijk. De heer van Gasterland en zijn dochter, die partijen het hier in Jel. Het is voor de oorlogen, het is voor de aanwezigen. We beginnen dan maar met die van de vrienden. Een blauwe is aangekomen, een blauwe rozet met deze man. De heer is vanavond. Jan van Dorp en Jan Kaart. Van harte, provincia, de heer van Dorp en Jan Kaart. De heer is aangekomen, een blauwe rozet met deze man. Dank u wel, ja. Op de Ja, dit is ook. En hier is het voor iedere wedstrijd 37 punten.
Vragen krijgen door van de jury en wie ben ik? Stereo. Thank you.